Volgens liefhebbers ontspant tantra. Het verdiept de lichamelijke relatie en brengt koppels nader tot elkaar. Tantra-experts ervaren gouden licht tijdens de seks en komen fantastisch klaar. Soms urenlang. Hoe zit dat? Kan experimenteren met tantra zorgen voor meer plezier in bed? En is het wat voor mij? Dat zoek ik uit in deze aflevering. Ik denk bijna dat misschien wel de helft van de vrouwen in Nederland nooit fatsoenlijke seks gehad heeft, hoor. En de helft van de mannen. En de helft van de mannen ook niet, hoor. Als je kijkt naar de oorspronkelijke tantra waar ik mee bezig ben, heeft seks absoluut geen focus. Ik ben vandaag op het Tantra Roots Festival, waar ik meer zal leren over tantra en seks. We beginnen met een openingsceremonie. Siddhi buddhiri di saita esri man mahaganati pate namaiti namaskriti sumukasya tantasya kapilo gaja karnaka lamodara subikato vigna subinayakam dumrakritu ganadakshya bala sundra gaja anana jadasya tainnamani patasya vidyaram vyas pravisi nirgamitaha sangrami sankarita sklambaram dharam devam sasi varna sati bhujan prasanna padan dhyat sarvigna pasanta abhimishidata pujita yasura surai sarvigna rastasmai ganadi pate nama sarmangal mangale sive sarvata sadike sranantrami ke gauri narayani namaste sarv Hoe belangrijk is de rol van seks binnen tantra? Dat hangt er vanaf. Als je kijkt naar de oorspronkelijke tantra waar ik mee bezig ben, heeft seks absoluut geen focus. Helemaal nul. En ook wat we tegenwoordig vaak zien bij die westerse tantra, bij de neo-tantra, daar komt regelmatig seks in voor en erotiek en partnerwerk en massage en dergelijke. Maar dat kun je in de oude oorspronkelijke tantra's niet terugvinden. En ik hou me bezig met zo authentiek mogelijke tantra. En in dit geval de Kaula Tantra uit Kashmir. Ja, je leert heel goed om uit je hoofd te gaan en naar je lichaam te gaan. Want je hoofd, je vindt altijd van alles, altijd overal over. En je leert hier dat dat totaal oninteressant is en dat je er helemaal geen moer aan hebt. Wanneer ontdekte jij tantra, Janine? Ik had een man ontmoet. We zouden gaan wandelen, naar de zonsopgang kijken. En toen zei ik, wil je naar de zonsopgang kijken of wil je iets anders? En toen deed hij zo zijn bed over. En toen ging ik met die vent, het klinkt zo stom, hè? Die vent, met Michael heet hij. Ja. Ging ik mee vrijen. En op dat moment stond de kamer vol gouden licht. En eerst dacht ik, dat is de zon die opkomt. Dus in onze kamer, dat was niet zo. Het was echt een ervaring van, ja, gewoon helemaal dat alles open ging. En hoe deed hij dat dan? Wat deed hij anders? Wat deed hij anders? Toen hij iemand nam ik hem als het ware helemaal in me op. En toen ging ik bewegen en toen ging hij natuurlijk ook bewegen. Maar hij deed een beetje hetzelfde wat die meneer daar ook doet. Hij doet ook niet zo recht heen en weer, weet je wel, zo. Maar hij maakt met zijn heupen rondjes. Ja, mannen, daar hoor ik wel eens verhalen over zo'n orgasme wat uren duurt. Heb je dat wel eens ervaren? Dat kan wel heel lang duren. 5 dagen. Hij stopte niet meer. 5 dagen seks of 5 dagen orgasme? Maar dat is niet meer leuk, nee, toch? Nee, 5 dagen seks. Maar wel continu. 5 dagen? Ja. En eten dan? En slapen? Ja, af en toe weet je een beetje af en toe. Jezus. Een beetje, maar weet je, het gaat echt over als je naar een doel toe streeft, weet je, als het gaat om klaar te komen, dan wordt het ineens iets anders. Ja, want dit is niet zo scherp geil, zeg maar, als gewone tussen aanhalingstekens. Met Mark heb ik wel voor het eerst ervaren in mijn leven dat het er allebei kan zijn. Dus echt de hele geile platte seks en alles onderzoeken. En de hele zachte, bevrijdende, open tantra. Het lastige, zeg maar, is, het is dus niet. Het is geen gegeven. Doel. Zeg maar, als je tantra gaat doen om die seksuele problemen op te lossen, dan ja, is dat best wel een hobbelig pad. Ik denk bijna dat misschien wel de helft van de vrouwen in Nederland nooit fatsoenlijke seks gehad heeft, hoor. En de helft van de mannen. En de helft van de mannen ook niet, hoor. Ja, nou ja, ik ben het niet met je oneens, ja. Ik bedoel, binnen 7 minuten klaarkomen, echt, ja, dat gebeurt me ook wel eens, hoor, maar het is toch fijn dat je gewoon de keuze hebt van, dat je daarmee kan spelen. Dus eigenlijk is, ja,
als je met tantra experimenteert samen, kan dat dus mooi leiden tot een bijzonder goed seksleven. Even dansen, even lekker shaken, even lekker schudden. De dag loopt op zijn einde. Het is tijd voor de laatste, zeer bijzondere workshop. Wij vrouwen vervullen allemaal verschillende rollen. We zijn moeders en we zijn sletten. Seksuele wezens, legt de instructrice uit. Zij vraagt wie deze sletten en moeders met geluid wil uitbeelden. Mij niet gezien. Het laatste deel, Jezus. Ik heb echt niet van heel veel dingen in mijn leven waar ik heel ongemakkelijk voor word. Terwijl je zou best wel denken dat als je naakt rondloopt op een seksfeest bijvoorbeeld, dat je denkt van, nou, best ongemakkelijk. Totaal geen moeite mee. Maar met mensen in hun ogen kijken die ik niet ken, 2 minuten lang, of knuffelen of rare geluiden maken in een kring, dat trek ik dus echt slecht. Echt, het zweet brak me aan alle kanten uit. Een soort van paniekaanval bijna gewoon. Tantra is sowieso zoveel meer dan seks alleen. Seks is een belangrijk aspect. Maar het gaat gewoon om verdieping, om communicatie, om werkelijk contact maken met andere mensen. En dat vind ik wel heel mooi. Wat ook doelloos seks hebben, dus niet altijd seks die op orgasmes gericht is. De communicatie, de tijd nemen voor elkaar. Er zit gewoon heel veel, ja, het echte intieme contact. Er is heel veel moois, zeker. Dus ik ben geen fan, maar ik ben zeker onder de indruk.